Een oplossing voor het failliete TSN Begeleiding lijkt in zicht. Er zijn inmiddels 2 overnamekandidaten. En dat is goed nieuws voor de patiënten en de 350 medewerkers van de thuiszorgorganisatie. TSN Thuiszorg vroeg surseance aan in november en ging failliet op 19 maart. 3 dagen later volgde zusterbedrijf TSN Begeleiding, die de thuishulp in de stad verzorgde. Tot grote verrassing van wethouder Ton Schroer. Hij beloofde de gemeenteraad binnen een week met een oplossing te komen. De vakbond van het personeel moet wel akkoord gaan. Dat stellen de bedrijven die de zorg willen overnemen. Wij hebben gehoord en ook begrepen dat de partijen waar het nu om gaat, ik kan de namen nog niet noemen, die hebben in ieder geval gezegd dat als wij een oplossing bieden, dan willen we dat de FNV erachter staat. En ik kan me daar alles bij voorstellen, gelet op de laatste ontwikkelingen. Dat is ook de reden waarom zij ook aan het nadenken zijn over de voorstellen die er liggen. En ik weet dat zij vanavond daar met hun leden over zullen spreken. De wethouder komt morgen of overmorgen met de namen naar buiten. Wij zijn natuurlijk parallel bezig als gemeente ook aan het kijken van wat zou een mogelijk voorstel dan voor juridische implicaties hebben? Hoe zouden we dat contractueel kunnen doen? Wat zijn voor ons de haken en ogen? Wat zijn de scenario's die daarbij horen? Dus ook wij zijn van onze kant uit alles aan het doen om te kijken dat dit goed kan lopen. Ook hebben we de partijen natuurlijk al even gescreend en gescand van hey, zijn het goede partijen? En we hebben altijd gezegd dat voor ons belangrijk is dat koppeltjes in stand blijven, zoveel mogelijk. Dat CAO wordt nageleefd en dat er goed met de medewerkers wordt omgegaan die op dit moment in het failliete TSN zitten. Dat zijn zaken die natuurlijk van tevoren zijn meegegeven. Ik kan u zeggen dat op basis van wat wij tot nu toe hebben gezien, en ik kan over de details nog niks zeggen, wij als college in ieder geval positief zijn. De wethouder hoopt het hoofdpijndossier nu af te kunnen sluiten. We hebben natuurlijk de afgelopen periode steeds de stappen gezet die nodig waren en die ook gewoon juridisch, maar ook gewoon feitelijk moesten. Dus we zijn wat dat betreft hier al maanden mee bezig. Het lijkt nu naar een ontknoping te komen, ook gelet op het harde werken wat we gedaan hebben met z'n allen, wat er goed uitziet. Laten we hopen dat het morgen ook het geval is en dat er ook morgen of uiterlijk vrijdag iets naar buiten kan worden gebracht. En dan sluiten we volgens mij dit dossier voorlopig in ieder geval met een goed resultaat af. Maar laten we eerlijk zijn, het was wel hard werken met elkaar.